Ik wil vandaag met jullie even een kort lesje gaan doen over het maken van sommen op de getallenlijn en wel erbijsommen. We gaan vandaag erbijsommen maken over het eerste tiental. Nu heb je daarvoor nodig een getallenlijn. Die kun je zelf tekenen. Jullie hebben ook van mij in je pakket zo'n papiertje gekregen met getallenlijnen. En we gaan het doen aan de hand van dit stappenschema. Die hebben jullie van mij gekregen. Als het goed is, hebben jullie die mooi opgehangen in de woonkamer aan de muur. Zodat je die goed kan zien en zodat je die ook kan gebruiken bij het rekenen. Ik ga nu uitleggen hoe het werkt. En daarvoor doe ik even een paar voorbeeldjes op het bord. Ja, we beginnen even met een makkelijke som. Maar ik ga eerst kijken, stappenplan, wat moet ik doen? Optellen op de getallenlijn. Getallenlijn tekenen en som ernaast schrijven. We nemen even een makkelijke som. We nemen 8 erbij 4 is. Ik wil graag weten wat het antwoord op deze som is en daarvoor gebruik ik een getallenlijn. Die gebruik ik om de som uit te rekenen. Ja, hoe doe ik dat? Als ik een erbijsom heb, begin ik aan de linkerkant van de getallenlijn. Een streepje begin ik met het eerste getal. In dit geval is dat 8. Dan moet ik 4 erbij doen. Dat vind ik best wel lastig. Ja? Want we gaan over het tiental heen. Nou, ik leer jullie aan, als je dit op de getallijn gaat doen, ga dan eerst naar het dichtstbijzijnde tiental. In dit geval is dat 10. Om van 8 bij 10 te komen, doe ik er 2 bij. Dus ik doe een sprong van erbij 2. Maar vergeet niet, je moest 4 erbij doen. Dus ik heb die 4 gesplitst in 2 en dan moet ik nog 2 erbij doen. Dus ik moet nog een keer erbij 2 doen. Dus ik maak hier nog een sprong erbij 2 en dan kom ik uit 10, 12. 12 is dus het antwoord op de som 8 erbij 4. Vergeet niet om dan in je schrift ook het antwoord op te schrijven. In deze volgorde ga je dat doen volgens de stappen op je poster. Ik doe het nog even een keer voor, dan weet je wat de bedoeling is. Ik maak hem iets moeilijker. Ik doe 7 erbij 6. 7 erbij 6. Oké. Okay. Getallijn getekend. Ja. Ik heb de som erbij geschreven. Ja, heb ik gedaan. Dan ga ik het eerste getal onder de streep zetten. Dus ik zet hier neer 7. En dat doe ik aan de linkerkant, want we zijn bezig met erbijsommen. Ja? Ik leg nog wel uit, als we eraf gaan doen, dan gaan we de andere kant beginnen. En dan gaan we sprongen terugmaken. Maar nu doen we een erbijsom. We beginnen aan de linkerkant, zet ik het getal onder. Heb ik gedaan. Ik moet erbij 6 doen. Ik kan geen sprong van 10 maken, want ik moet erbij 6 doen. En dat is geen. Dus ik kan geen grote sprong van 10 maken. Dus dan ga ik naar sprongen van eenheden. En dan ga ik naar het dichtstbijzijnde tiental. Om er gelijk 6 bij te doen vind ik veel te lastig. Dat kan ik helemaal niet. En dat ga ik ook niet doen. Ik ga naar het dichtstbijzijnde tiental. In dit geval is dat 7, moet ik even denken, is 10. Ik zet een streepje neer. Ik zet onder 10. Om van 7 bij 10 te komen, 7. Moet ik er 3 bij doen? Ik doe erbij 3. Maar ik moet niet vergeten, ik moest namelijk 6 erbij doen. Dus ik heb die 6 gesplitst in 3. En dan moet ik nog een keer 3 doen. 3 erbij 3 is 6. En ik moest erbij 6 doen. Dat mag ik niet vergeten. Dus ik moet nu nog een sprong van 3 maken. 10 erbij 3, 10. Kom ik bij 13 uit. Ja, ik heb alle sprongen gemaakt. Ik heb het juiste antwoord. Even het juiste antwoord bij de som neerschrijven. 13. Dit was even in het kort uitleg erbij sommen op de getallijn over het eerste tiental. Ik wens jullie heel veel succes. Kom op, jullie kunnen het. En tot de volgende keer.